De jongensdroom van Edwin de Wolf werd door een bermbom verwoest, maar hij vocht zich keihard terug en werd kampioen op één been. En de zorg voor jonge anorexia-patiënten is niet goed georganiseerd. En de lekkerste oliebollen van Nederland die komen uit de Oldebroek. Dit is de Week van Gelderland. Goedenavond en van harte welkom bij de Week van Gelderland. Welkom gasten hier aan tafel. Met jullie praten we zo meteen over de slecht georganiseerde zorg voor anorexia-patiënten. Ik zal jullie even voorstellen. Saskia van Dalen en Desiree Kremers, kinderarts. En Dorien Kralen, ex-patiënt, mag ik gelukkig zeggen. Ja, gelukkig wel. Welkom. Maar we gaan het eerst hebben over een week waarin er maar geen einde lijkt te komen aan de soap rond voetbalvereniging Achilles 29 uit Groesbeek. Dit was de Week van Gelderland, waarin vier maatregelen werden gepresenteerd waarmee het kabinet de stikstofcrisis hoopt te bezweren. Het is een rotmaatregel. Niemand vindt het leuk, maar hier speelt echt een groter belang. Een van de maatregelen waarmee we allemaal te maken krijgen is de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Binnenkort mag je maximaal 100 km per uur rijden. Met 100 km per uur gaat het er allemaal iets sneller op. En morgen is het dan eindelijk zover. Dan komt de Sint aan in Apeldoorn en dus zijn de voorbereidingen in volle gang. Opvallend, de Goedheiligman komt dit jaar niet per stoomboot aan, maar per stoomtrein. Zin aan een feestje? Goed nieuws voor normaal fans. Er kan volgend jaar in Lochem weer gehurkt worden. Om het 45-jarig jubileum te vieren keren de bandleden voor even weer terug op het podium. Kunt u zich het trapveldje in Nijmegen nog herinneren dat gesloten werd omdat spelende kinderen te veel geluidsoverlast veroorzaakten? De rechter moest eraan te pas komen. Het veldje was voor heel even wereldnieuws, maar na wat aanpassingen mogen de kinderen er nu gewoon weer spelen. Dan nog het slepende conflict tussen Achilles 29 en de familie Derks. Ook deze week stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar nadat een aantal clubleden zich met een slijptol toegang tot het sportpark en de kantine hadden verschaft. Welkom tot de Eikel! Hoe en waar eindigt deze soap? Want dat is het wel inmiddels. Desiree Kremers, jij was op een verjaardag hè, deze week in Beek, Beek-Upberg. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe dat tegenwoordig heet. Ook daar was Achilles het gesprek van de dag, hè? Zeker. Want wat was de betrokkenheid daar met deze voetbalvereniging? Kennis van mijn ouders, die zijn bekend bij Achilles. En die vertelden daar even natuurlijk in geuren en kleuren wat daar nou precies gebeurt. En het is natuurlijk een hele bijzondere situatie. Daarom ben je niet hier, dus ik zal er niet verder over vragen. Morgen dan is de intocht van Sinterklaas. We gaan het vandaag niet hebben over pepernoten of roetveegpieten. Maar we gaan het hebben over oliebollen. Want de allerlekkerste die komen uit Gelderland, uit Oldebroek. De lekkerste oliebol van Nederland wordt gebakken in Oldebroek. Bakker Jonker scoort al jarenlang goed met zijn bollen. Maar sinds deze week mag hij zijn oliebol de allerbeste van het land noemen. Tijdens de bakkersvakwedstrijd in Drachten mocht de Oldebroekse bakker de prestigieuze prijs en bijbehorende beker in ontvangst nemen. Maar dan blijft er natuurlijk nog één vraag over. Wat is het geheim van een goede oliebol? Ja, hier bij mij aan de bar. Vader Jan, zoon Henry, Jonker. Ja, klopt. Bakkers uit Oldebroek dus. Ja. Gefeliciteerd, mannen. Ja, hij is binnen, hè? Ja, hij is binnen. Ja, staat ja, hier. Eindelijk. Ja, jarenlang in de top 10 gestaan. Ja, eindelijk klopt. De eerste. Ja, eindelijk de eerste plek. Hoe is dat nou? Verrassend. We hadden het niet verwacht. We deden mee aan de wedstrijd. En op een gegeven moment riepen ze dan om van, dat wij gewonnen hadden. De lekkerste oliebollen, lekkerste appelbier is. En daar staat de beker. Ja. De beste oliebollenbakker en appelbierbakker van Nederland. Ook nog appelbier. Ja, ook nog. Ja, dus. Heb je dat weer niet meegenomen? Nee, daar hadden we niet genoeg tijd voor de voorbereiding. Ja. Maar hoe serieus zijn jullie nou bezig met die oliebollenbakkerij? Ja, echt wel serieus. Want je moet echt wat trainen om deze kwaliteit te kunnen realiseren. Trainen? Hoe ziet dat eruit? Gewoon deegjes draaien, kleine deegjes draaien, afbakken. X aantal uren later testen, controleren van... is hij goed na x aantal uren? Mm-hmm. Ja, een beetje meer water, een beetje minder.
Maar dan varieer je ook met ingrediënten verder? Of is dat, staat dat wel een beetje vast? De ingrediënten staan wel een beetje vast. Ja, ja, okay. Maar het is puur draaisnelheid. Korter langzaam draaien. Draaisnelheid? Ja. Dat ik maak ook wel eens oliebollen, maar ik heb nog nooit een draaisnelheid gemeten. Ja, je hebt mengen en je hebt afkneden natuurlijk. Mengen is langzaam en kneden is snel draaien met je machine. Mm-hmm. En daar kun je heel veel mee variëren om een bepaald deeg te creëren dat een oliebol te goede komt. En je hebt het over een proefpanel, hè? Je laat het proeven. Wat voor mensen zitten daarin? Lokale mensen in de buurt, personeel, familie. Wij zelf natuurlijk. Kijk, op een gegeven moment zeg je van, nou, is nu wel echt goed. Maar ja, hoe kijken andere mensen tegenaan? En dan die kritiek nemen we mee. En dan schrijf ik weer het een en ander op. En dan gaan we weer aan de slag. Aan het beslag gaan aan, we dan. Aan het beslag, ja. Wat maken jullie oliebollen nou tot de allerbeste die er zijn? Wat ik persoonlijk vind, dat is, de structuur is goed, de smaak is goed, de vulling zit er mooi in. De afbeden is goed, hij is niet te klef, hij is niet te droog. Ja. Ja, en de vorm is mooi. Mm-hmm. Maar zitten jullie ook altijd op één lijn? Want jullie staan met z'n tweeën in die bakkerij. Oh, soms niet. Soms niet. Nee, soms niet. Hoe gaat dat dan? Nou, dan proberen we zijn varianten, dan proberen we mijn varianten uit. En wat daaruit komt, dat voeg je weer samen en dan ga je weer verder. Ja. Je voegt dus die varianten dan weer samen. Je speelt ermee. Het is gewoon een spel op een gegeven moment. Ja, maar het gaat wel ergens om. Namelijk om deze fantastische beker natuurlijk. Ja, absoluut. Hey, en hoe is dat nou om zo lang samen in de bakkerij te staan? Wat doet dat met een vader-zoon relatie? Goed. Ja? Ja. We hebben natuurlijk iedereen van een keer oneenigheid of een meningsverschil of oneenigheid. Klinkt een beetje raar, maar wij liggen altijd wel aardig goed op één lijn. En als het wat is, dan houden we erover. En dan proberen we, net als ik, we proberen mijn vader zijn variant een keer uit of we proberen mijn variant uit. En wat dan beter is, dat pas je weer toe. Ja. Zijn er nou dingen die jij je vader kan leren? Want ik neem aan dat vader iets meer ervaring heeft in het bakkersvak. Ja, tuurlijk. Kijk, hij leert mij wat van het oude ambacht. Ja. En ik probeer hem wat nieuwere dingen mee te brengen wat in deze tijd is. De moderne oliebol. Ja, zoiets, ja. Het verandert wel. Ja? Het verandert. Je moet wel met de tijd mee. En dan verandert de draaisnelheid? Of zoiets. Ja. Vroeger deden ze een heel ander ingrediënt. Nee. Ja? Wat is dat een grote verandering? Nou, vroeger deden ze heel veel met vruchtenbroodpoeder, kleinbroodpoeder. Om die oliebol extra aantal dagen eetbaar te houden. Maar dat is in principe niet meer van deze tijd. De mensen willen een neutrale, frisse oliebol proeven. Ja. Dat is een schone, verse bol. Zeg maar. Er zit niks meer in. Zo min mogelijk in feite poespas eromheen. Ja. En erin. Ja. Dat, hoe vet is het nou om te winnen, zeg maar? Nou, dat is heel erg vet. Ja, hè? We hebben voor een jaar of 10 terug begonnen met AD dan. Hebben we meegedaan. En toen riep hij altijd, ik wil een keer eerst eens worden. Maar dat viel niet mee om bij de AD eerste te worden. Nee, dat zullen we verder niet over uitweiden. Maar dat was een soort van procedure waardoor je er wat moeilijk doorheen kwam. Ja. Maar op een gegeven moment zaten we wel in die top. Top 5 gehad, nog een keer top 10 gehaald. Maar dat was niet de eerste plek. Mm-hmm. En die test viel weg. En de test van de... Het bakkersvak. Het bakkersvak was er nog wel. En daar zijn we van het jaar opgesprongen. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dit is van alle andere bakkers eigenlijk. Hè? Ja, heel bakken Nederland kan meedoen. Ja. We hebben van het jaar ongeveer 186 bakkers meegedaan. Niet iedereen doet dan mee aan de oliebollentest. Wel heel veel. Hoeveel precies weet ik niet. Maar in feite zou ik zeggen, doe gewoon allemaal mee en laat zien wat je kunt. En probeer je producten te verbeteren. Want dat is gewoon ter bate van alles. Ja. Ja. Nou begreep ik, er waren van de week al mensen bij jullie in de winkel om oliebollen te kopen, maar je had ze niet. Nee. Morgen zijn ze er wel. Ja, morgen zijn ze er wel. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je een ontzettend korte nachtrust hebt vannacht. Hè? Want hoe lang mogen jullie? Een paar uurtjes, denk ik. Twee, drie uurtjes. Met. Twee, drie uurtjes en dan gaan we aan de slag. Ja, dan gaan we aan de slag. Maar daar krijg je ook energie van, hè? Ja, natuurlijk. Ja, en fantastische oliebollen, dat is natuurlijk ook heel fijn. Ja. Nou, heel veel succes. Slaap lekker, hoe kort dat ook is. Dat komt goed. En succes volgend jaar. Ja. Want het is een wisselbeker. Je moet hem nog twee keer winnen. Daar gaan we vanuit. Volgend jaar houden we vol tegenaan. En dan gaan we zien wat we dan doen. Oké, dankjewel. Succes. Bedankt. Ja. Dank u. Jullie hebben geluk dat ik mijn oliebollen niet ingestuurd heb. Kan het best goed zijn. Ja, iets heel anders. Apeldoorner Edwin Wolf had maar één droom. Hij wou net als zijn vader en zijn opa beroepsmilitair worden. Die droom waar hij 24 jaar keihard voor moest vechten, werd verwoest door één explosie. Tijdens zijn eerste uitzending naar Bosnië ging het al mis. Edwin keerde huiswaarts met maar één been. Op zijn 24ste had Edwin de Wolf het allemaal voor elkaar als groepscommandant bij de luchtmobiele brigade.
Het was al van kinds af aan zijn droombaan toen hij vol bewondering luisterde naar de verhalen van zijn opa en vader die beide in het leger zaten. Edwin was vastbesloten en wilde tot aan zijn pensioen in het leger dienen. Maar aan die droom komt abrupt een einde als Edwin tijdens een patrouille in Srebrenica op een landmijn stapt. Edwin, van harte welkom. Hoe kijk je naar die foto's nu? Met trots. Ja, met recht. Met trots. Want 25 jaar na die fatale dag, hè, 18 augustus 1994, is er een prachtige boek verschenen. Ik moet even kijken, ik kom niet op de kop. Ja. Kampioen met één been. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nog steeds heel onwerkelijk. We hebben met een team met mooie mensen keihard gewerkt om dat boek vorm te geven. Waarbij ik zelf het hele chronologische verhaal geschreven heb. En met de steun van heel veel mensen uiteindelijk daar een beeldend verhaal van heb kunnen maken. En ja, ik vind het super onwerkelijk om nu mijn boek in handen te hebben. En de eerste recensies nou ook binnen te krijgen. Dat is ja, prachtig. Met recht trots. Ja, echt. Ja, ja. Jij, ja, 25 jaar later zijn we nu. En het is nog steeds niet afgerond, hè, het verhaal. Want je had deze week een heel uniek moment. Je kon na 25 jaar een belofte inlossen aan je opa. Ja. Vertel even. Ja, ik was net koud in Nederland. Teruggevlogen vanuit het inzetgebied naar toen nog de vliegbasis Soesterberg. Opgehaald met een ambulance. En ik kwam het Militair Hospitaal in Utrecht binnen. En mijn moeder stond bij een groepje telefooncellen klaar van, wil je je opa wat zeggen? En ik beloofde hem op dat moment van, opa, alles komt goed. En als ik kijk waar ik nu sta en wat ik bereikt heb en wat ik mag doen en mijn hele wereld, hoe het eruit ziet, dan voel ik me heel rijk en heb ik mijn belofte waargemaakt. Want je kon deze week voor het eerst... Ja, ik kon. Ik loop nu weer, dat klinkt misschien een beetje gek, maar echt weer vanuit mijn geraamte en mijn spieren. Ik zit in een hele innovatieve... Het traject, dat heet osseo-integratie. En ja, dat maakt dat mijn prothese weer vastzit aan mijn skelet. De spieren, de functie van spieren weer volledig moeten overnemen. En mijn beperking nagenoeg helemaal weg is. En dat is heel uniek. Leeft opa nog? Helaas niet meer, nee. Hij krijgt het vast mee. Ik hoop het wel, ja. Ja, jij moest beroepsmilitair worden, hè? Dat was jouw jongensdroom. Iedereen zei, dat is de hoge grepen voor jou, Edwin. Jij was, ze zagen jou op het speciaal onderwijs. Ja, ja. Jij bewees het tegendeel. Wat viel jou het zwaarst, hè, toen na die fatale dag, het niet meer militair kunnen zijn of het missen van dat been? Nou, net na de explosie, toen schoot het eerste door me heen. Het is einde carrière. En op een gegeven moment kom je wel tot het besef van, er is iets heel ernstigs gebeurd. Maar uiteindelijk, onderaan de streep, draait het maar om één ding. Ik heb het overleefd en ik krijg nu een tweede kans. En die tweede kans ga ik maximaal aangrijpen in de rest van het leven wat ik nog voor me heb. Want ik was pas 24, hè? 24, ja. 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 Ik heb jouw boek gelezen. Er zat een moment in dat mij heel erg raakte. Jij lag op een brancard toen je afgevoerd werd. En toen zei je, sorry kapitein, ik schaam me vreselijk... Al die problemen die ik veroorzaak. Ja. Je was net je been verloren. Ja. En ik realiseerde me op dat moment al heel goed wat de impact zou gaan hebben op hele jonge mannen. Ik was als 24-jarige groepscommandant was ik verantwoordelijk voor 10 jonge kerels van 19, 20, 21 jaar jong. Dat is vreselijk jong. En ik wist op dat moment al dat de impact van wat ze daar gezien hadden en meegemaakt hadden, dat de rest van hun leven zou gaan tekenen. En volgens mij had je dat besef ook toen je in de helikopter ging. Ja. Want je had helse pijn. Ja. En je probeerde desondanks met moeite je hoofd nog op te richten. Ja. 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 Want daarmee wou je zeggen van jongens, het komt goed, Ik ben er nog, ja. Ik leef. En dat zijn allemaal hele kleine fragmentjes, zeg maar. Maar uiteindelijk, daar wilde ik wel heel duidelijk in maken dat ondanks dat ja, ik behoorlijk aan puin gelegen heb, dat ik er heel sterk uit zou gaan komen. Die missie was afgelopen, ja. in Bosnië. Maar jij bleef missies houden. Want jouw eerste missie was, als de jongens terugkeren uit Bosnië, dan sta ik op Schiphol. Ja. En dan verwelkom ik ze. Ja, en daar werd ook van gezegd, van dat kun je kan vergeten. Niet. Nee, ja. Dat kan niet. Het is onmogelijk om binnen 4 maanden tijd weer te kunnen lopen. En ja, die mannen die kwamen, en vrouwen, in januari 1995 kwamen die terug vanuit het missiegebied. En ik stond staand en lopend stond ik op Schiphol op te wachten. Dat het daarna een drama werd in emotionele zin.
Gewoon het effect zeg maar, van de hele traumatische ervaring tot daar aan toe. Maar uiteindelijk, ik had mijn eerste doelstelling wel gehaald op dat moment. Ja, ja, want het geestelijke gevecht was misschien veel zwaarder of was zwaarder hè, dan het accepteren dat je nog maar één been hebt. Ja, kijk, het revalideren en het aangemeten krijgen van een beenprothese en daarna weer leren lopen is gewoon een fysieke bezigheid. En met een beetje afzien, ja, ik was er niet vies van. Maar uiteindelijk het hele mentale component van rouwverwerking. Want het verlies van een been, ziet het als het gemis, als het verlies van iemand die dierbaar is. Is gewoon een hele traumatische traumaverwerking wat je moet doen. Maar wat ben jij een vechter? Ja. Jij zou naar speciaal onderwijs gaan, je werd beroepsmilitair. Je raakte ernstig gewond. Heb je MBO-diploma gehaald. HBO-diploma. Ja. Een prachtige baan hè, daaraan overgehouden. En je schitterde tot 3 maal toe op de Invictus Games. En misschien moet ik dat even uitleggen. Dat zijn dan de Olympische Spelen voor veteranen die fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. Net als jij hè, tijdens een missie. Ja. Wat hebben die Invictus Games voor jou betekend? Waar staan ze voor jou voor? Nou, ze staan voor wat het woord feitelijk al zegt, onoverwinnelijkheid. Dat zijn allemaal mannen en vrouwen die daaraan meedoen. Die hebben het gevoel gehad dat ze een missie niet afgemaakt hebben. Gefaald hebben als man, militair, als vrouw, als militair, als leider. En die komen dan allemaal in een multinationale, multisportsetting bij elkaar. En gaan een nieuwe missie voor hun land aan op sportief vlak. En dat laat je zo groeien in trots, in eigen beeld. En dat is waar uiteindelijk de Invictus Games voor staan. Een prachtig initiatief van Prins Harry. Ontmoeten ook. Hè? Ja. Ja. En het laat de onoverwinnelijkheid van de mens zien op het moment dat je bereid bent regie te krijgen en te nemen over je eigen leven. En vooral vooruit te gaan denken en alle kansen aan te grijpen die op je pad komen. Ik wilde 1 deelnemer uitlichten. Ik denk dat jij al weet wie ik bedoel, hè? Jesse Graham. Ja. Hij hoge dwarslesie. Ja, miste 2 benen. Ik kon 1 arm maar goed bewegen. En had maar 1 missie richting zijn friends and family. Om de 50 meter te kunnen zwemmen, terwijl hij dat al nooit gedaan had. En als je daar dan in Orlando in Amerika in dat zwembad zit met honderden mensen op de tribunes. En het gaat van start in de nummers 1, 2, 3, 4, 5. Die zijn in no time zijn die weer terug. En in 1 keer zien we nog in de ooghoeken, zie je daar wat spartelen in het water. En hij verdronk bijna. En je ziet die jongen zo vechten. Het raakt me nog steeds. Dat is echt. Dat is waar het met die Invictus Games uiteindelijk om draait. Dat je mensen iets ziet bereiken en iets ziet doen wat iedereen voor onmogelijk hield. Maar wat ik vooral, ik krijg er ook kippen van en ook tranen in mijn ogen. Ja. Wat ik vooral heel mooi vond, is wat de deelnemers die wel al eerder de finish bereikten. En al dat publiek wat jullie scandeerden. Ja. Bring him home. En ze gaan hem gewoon ophalen en schreeuwen hem gewoon uiteindelijk naar de finishlijn toe. En dat is geen medaille waard. Dat is onoverwinnelijkheid, puur zang. Want hij kwam aan de finish. Hij kwam aan de finish. En hoe? Ja. En hoe? En daar maak je friends and family mee trots. Maar uiteindelijk ook iedereen die daar op dat moment aanwezig was. En dat is. En dat als je het hebt over een evenement waar deelnemen belangrijker is dan winnen, dan zijn het de Invictus Games. Ja. Jij zit nu in het bestuur. Volgend jaar gaat dat prachtige evenement plaatsvinden in Nederland, in Den Haag, in mei 2020. Klopt. Nu ligt er dit boek. Jij hebt jouw verhaal in binnen- en buitenland al minimaal 150 keer verteld. Ja, klopt ook. Je krijgt op sommige momenten nog steeds een brok in je keel. Nou ja, dat is. Kijk, het is als je een lichaam in dat water ziet liggen wat zo kapot is. En iemand die dan zo'n vechtlust heeft om door te willen gaan met leven. Wie krijgt daar geen brok van in zijn keel? En dat is uiteindelijk ook waar mijn boek om gaat. Het is een boek over moed, toewijding, veerkracht. En als er iets gebeurt in je leven waar je zo van terneergeslagen wordt en je krijgt uiteindelijk een tweede kans, dan moet je die tweede kans uiteindelijk aangrijpen om er alles binnen de mogelijkheden van je eigen kunnen uit te halen. En dat is waar het boek uiteindelijk om gaat. Prachtige boodschap. Je kunt veel meer dan je denkt. Dank je wel, Edwin de Wolf. Geef hem een applaus. Dank je wel. De anorexiazorg voor jongeren schiet tekort, dat wisten we al een tijdje, maar het werd deze week nog eens onderstreept door het rapport van een aantal deskundigen. Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten sneller worden geholpen. Dat stond in het deze week naar buiten gebrachte advies van een groep experts op het gebied van eetstoornissen. Het aantal ernstig zieke jongeren met vooral anorexia moet significant omlaag. Minister Hugo de Jonge wil volgend jaar onder meer in 2 regio's expertisecentra. Er is meer voorlichting nodig en ouders en kinderen moeten sneller weten waar ze voor hulp terecht kunnen.
Bij ons aan tafel Desiree Kremers. Jij bent kinderarts en medisch directeur van Rijnstaten. Ja. Saskia van Dalen, ook kinderarts. En vooral gespecialiseerd in anorexia. Jij zit in Winterswijk, hè? Ja. Het Koningin Beatrix ziekenhuis. En ex-patiënt, je was ook al genoemd natuurlijk, Dorien Kralen. Ja. Steeds meer meisjes met anorexia. En ook steeds jonger. Dat betekent dat de wachtlijsten toenemen en er steeds meer druk komt. Hè? Wat betekent dit nou voor een arts, een kinderarts in een gewoon regulier ziekenhuis? Dat betekent dat er eigenlijk zorg verleend moet worden die misschien wel niet als eerste door kinderartsen verzorgd moet worden. Hè, eetstoornissen bij jongeren, maar ook bij volwassenen en misschien ook wel bij jongere kinderen. Want we zien het tegenwoordig ook steeds meer net iets onder de 12 jaar. Moet eigenlijk behandeld worden, met name een psychiatrische aandoening, door een psychiater of door een psycholoog. Of een combinatie daarvan. En wij als kinderartsen zijn natuurlijk bedoeld voor het medisch gedeelte. Het gewicht, om te kijken of er complicaties zijn. Daar zijn wij voor bedoeld. Maar nu zie je vaak dat er, omdat er geen, of dat er een lange wachtlijst is bij de verschillende instellingen, dat de kinderen eigenlijk als eerste bij ons als kinderarts terechtkomen. En ze komen dan al via de huisarts. Die doet eigenlijk al een gedeelte van de zorg. Verwijst dan door naar de kindergeneeskunde. En wij moeten met elkaar eigenlijk het eerste gedeelte van de zorg doen, waar we misschien niet voor bedoeld zijn. Wat kunnen jullie dan toch betekenen voor anorexia-patiënten? Wat wij kunnen betekenen is in ieder geval zorgen dat ze begeleid worden. Dat wij de eerste stappen in het proces vast doen met deze dames, hè, meestal dames, heel af en toe een jongen, maar meestal dames. En met name zorgen dat ze medisch goed blijven. Hè, dus goed op gewicht blijven, niet te veel afvallen. En daarvoor zorgen dat zodra ze bij de psychiatrie terecht kunnen, dat ze in ieder geval medisch zo goed mogelijk begeleid zijn. Is dat lichamelijke deel ook belangrijk voor de rest? Om überhaupt die psychische zorg te kunnen hebben? Ja. Dat is zeker belangrijk. Hè. We krijgen natuurlijk heel veel meisjes binnen die echt heel erg licht zijn. Dan moet je denken aan BMI's van 11 of van 12. Hè. Dat is echt heel erg licht. En we weten dat psychiatrische behandeling dan ook best moeilijk is om die te behandelen. Dus gewicht is een belangrijk punt, maar het is eigenlijk altijd een combinatie. Hè, de kinderarts moet altijd in combinatie met de psychiater en de psycholoog eigenlijk deze jongeren behandelen. Dorien, jij was 15 toen bij jou anorexia de kop opstak. Ja, hoe lang ben je van je eetstoornis af? Ik denk al tegen de 4 jaar, ja. En wanneer merkte jij dat er wat met je aan de hand was? Ja, het begon heel onschuldig met gezonder eten, minder snoepen. Al was dat eigenlijk al helemaal niet nodig, omdat ik altijd al een licht kind was geweest. Maar op een of andere manier vond ik dat nodig. En het is heel langzaam steeds erger geworden. En totdat het gewoon echt bijna niks meer eten was. Wat was het moment dat jij dacht, ik moet dit melden, ik heb hulp nodig? Nou, vriendinnen om mij heen, die trokken aan de bel. En ik merkte zelf ook van, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En toen heb ik mijn ouders verteld dat het niet goed ging. En die zijn met jou naar de huisarts gegaan, hè? Dat vertelde jij al, zo gaat dat dan. Kreeg jij direct de juiste hulp aangeboden? Ik werd doorverwezen naar een kinderarts, naar Desiree. En naar een psycholoogpraktijk. En daarnaast ook nog een diëtist. Maar ja, of dat de goede hulp was op dat moment. Je bent 15, hartstikke kwetsbaar. Het is al lastig, denk ik, om je verhaal te verdelen en dan, te delen. En dan moet je op 3 verschillende plekken hulp zoeken. Ja, en het lastige is, aan de ene kant wil je herstellen. En aan de andere kant is dat gewoon doodeng en wil je het juist niet. En dat houdt dan de behandeling ook weer tegen. Jij zei in een voorgesprek, alle deuren gingen dicht. Passende zorg voor mij leek er niet te zijn. Wat bedoel je daar precies mee? Ik was op een gegeven moment in behandeling bij een eetstoorniskliniek. En daar heb ik verschillende behandelingen gehad, zowel klinisch als ambulant. En na een hele poos kwam er een soort van evaluatie en zeiden ze tegen mij van het werkt zo niet. Waarom werkt het niet? Ja, ik weet het niet. Ik zat van binnen gewoon op slot en ik kon niet bij de kern van het probleem komen en zij konden mij daar niet mee helpen. Maar het is dan een hele lange zoektocht naar de juiste hulp. Wat was uiteindelijk jouw redding? Na jaren allerlei dingen proberen ben ik terechtgekomen bij therapie met paarden. En voor mij was dat de sleutel. Omdat paarden die spiegelen je gedrag. En ik kon
ik kon van binnen kon ik er niet bij. En daar had ik die paarden bij nodig. Ja, want als jij jezelf afwijst, dan doet het paard het ook. Hè? Ja, ik heb het wel eens gezien, inderdaad, die beelden. Dat is echt, echt heel bijzonder. Ja, is heel bijzonder. Desiree, jij hebt Doreen begeleid. Je hebt haar in bittere ellende gezien. Hoe is het voor jou om haar nu hier zo te zien zitten? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Want ze ziet er echt heel goed uit. Ja, en er was natuurlijk altijd al, vanaf het moment dat ik haar kende, dat misschien ook wel kinderarts eigen, zie je natuurlijk dat zo'n meisje alle kansen heeft. Hè, slim, ziet er goed uit. Je denkt, die moet gewoon beter kunnen worden. Want je weet dat een leven met anorexia en een eetstoornis, daar word je echt niet gelukkig van. Dus dat betekent dat we, toen ik haar binnen zag komen, dacht ik, nou, dit moet gewoon lukken. Dus ik vind het ontzettend leuk om jou zo te zien. Want ik vind echt dat je er heel goed uitgekomen bent. Ja, het gaat ook heel goed. Nou, prachtig. Ja. Saskia, jij zit in Winterswijk. Hè? Ja. Van de week kwam dus dat rapport uit waarin staat van we moeten eigenlijk regionale kenniscentra hebben die samen gaan werken en gecombineerde zorg gaan aanbieden. Jullie werken eigenlijk al zo, hè? Ja, ik zag natuurlijk hetzelfde als Desiree, dat de kinderen bij ons binnenkomen. Maar eigenlijk ben je als kinderarts heel erg op het lichamelijke stuk gericht. En ze moeten heel lang wachten totdat ze de psychologische hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. En toen hebben we toch gedacht bij ons, misschien moeten we dat dan gewoon zelf doen. En toen hebben we een paar mensen zich daarin verdiept. En nou, op dit moment hebben we een heel team staan. Wat voor expertise hebben jullie dan? Nou, we hebben een orthopedagoog, maar die doet ook de psychologische kant dus heel erg mee. We hebben pedagogische medewerkers die geschoold zijn. En hoe ga je nou met die kinderen aan tafel zitten? En hoe coach je ze door die moeilijke momenten heen? En ook het verpleegkundig team is daar helemaal in getraind. Ja. Dus jullie liepen eigenlijk op de plannen vooruit? Nou, een beetje wel. Ja. Mag ik best trots op zijn? Ja, dat snap ik. Ja. Zo'n behandeling, hoe ziet die er dan uit? Of is dat per persoon echt verschillend? Zo verschillend dat je er niks van kan zeggen? Nee, daar kan wel wat van zeggen. De huisarts die verwijst dan naar ons. En als het dan blijkt dat het een eetstoornis is, dan schakelen we eigenlijk al heel snel het hele team in. Want we weten dat hoe langer je wacht, hoe dieper de eetstoornis gaat zitten, hoe moeilijker die weg te krijgen is. Nou, het is echt heel belangrijk om er snel bij te zijn. Juist. Begrijp ik, hè? Ja. En dan snel bij zijn, maar niet die wachttijd. Hè? Ja. Dus wij willen in dat stuk willen wij al meteen aan de slag. Mm-hmm. En daar zetten we dan het hele team meteen in huis op in. Maar dan hebben jullie maar 2 bedden, begreep ik. Hè? Ja, we hebben natuurlijk ook maar. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat heel veel andere centra's dit ook gaan doen. Kijk jij een beetje met een schuin oog naar Saskia? Nou, we weten dat in Winterswijk het heel goed geregeld is. In Rijnstaat hebben we iets geregeld met een psycholoogpraktijk bij ons in Arnhem zelf. Die het voor ons snel opvangt. Als een soort van les die we geleerd hebben de afgelopen paar jaar. Maar zoals we het in Winterswijk geregeld hebben, zullen wij nooit voor elkaar krijgen. En we gunnen hun dat van harte. Maar we hebben ook afgesproken in de regio dat als er op afdelingen problemen zijn, dat wij eventueel een bed daarvoor beschikbaar hebben. Dus ik heb ook wel kinderen uit Bemmel of andere streken bij ons gehad. Okay. En is het genoeg wat er in die plannen staat? Hè? Want er staat in 2020 moeten er 2 klinieken bijkomen, of 2 centra wordt het genoemd. In 2021 nog een paar, zonder aantal geloof ik. En er staat geen cent aan financiering bij, hè? Spannend. Ja. Maar het is een begin. De wil is er zeker. En wij kunnen het niet alleen. We hebben altijd nog wel die expertisecentra's, of niet altijd. Een aantal keer hebben we die toch nog nodig. Dus als die er meer komen, Ik denk dat dat er meer moet komen. Ik denk ook dat er, en dat zegt minister De Jonge natuurlijk ook, dat er meer plaatsen moeten komen voor psychiatrie, somatiek. Voor meisjes en jongeren die echt heel erg aan de ondergrens zitten. Die en psychiatrisch behandeld moeten worden in een bijna gesloten afdeling. En daarnaast ook somatisch behandeld moeten worden, hè, met zonnevoeding of met wat anders. Die plaatsen zijn er echt veel te weinig in Nederland. Dus de minister heeft zich inmiddels ook uitgesproken dat er misschien ook meer van dit soort plaatsen moeten komen. Maar het is ook superbelangrijk voor meisjes zoals Doreen om heel vroeg te beginnen, hè, als je anorexia hebt. Hoe eerder, hoe beter, lijkt me. Wat Saskia terecht zegt, je moet er direct aan beginnen. En niet een jaar of 2 jaar in een delay zitten, wachtend op je behandeling. En is die zorg voor jongeren dan ook anders dan voor volwassenen? Die is in principe denk ik gelijk voor jongeren en volwassenen. Ik denk dat het verschil is dat als je bij de kinderarts bent, dat wij misschien toch meer daarop inspringen als kinderartsen om te zorgen dat je op de juiste plek komt. En als je natuurlijk boven de 18 bent, komt het meer neer op je eigen hulpvraag. Dus als de jongere 18 is en zegt ik heb geen hulpvraag, dan word je eigenlijk niet behandeld. Terwijl voor kinderen is het wat makkelijker, of jongeren is het wat makkelijker te zeggen, je hebt geen hulpvraag, maar wij vinden wel dat je een hulpvraag hebt. Dus wij gaan je behandelen. Doreen, dit probleem speelt al sinds jaar en dag. Jij moest heel lang zoeken naar de juiste hulp. Ben je blij nu dat het opgepakt wordt? Of is het ook een beetje wrang? Nee, heel blij. Ja, er moet echt wat veranderen. Want bij mij, ik ben niet zo'n complex, of ik was niet zo'n complex probleem. Ik had alleen anorexia, maar als er nog meer diagnoses naast komen, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. En bij mij duurde het dus al jaren voordat ik iets had gevonden
wat mij hielp. Dus ik vind het alleen maar goed. En ik vind het goed dat je hier zit. Dat geeft denk ik ook heel veel meisjes die nu in de situatie zitten waar jij jaren geleden gelukkig in zat, ook weer hoop. Hè? Ik hoop het, ja. Dank je wel voor jullie komst naar ons Media Café. Ja, dank alle gasten. Ook u thuis. En wij sluiten natuurlijk weer af op de bekende manier, namelijk met onze briljante singer-songwriter Colin Hoeven. Het begint met minder snoepen, maar wanneer grijp je in? Zo kwetsbaar, alle deuren lijken dicht. Veel te lange wachtrij, de hulp is goed bedoeld. Maar wanneer komt het inzicht? Ik ben ziek. En anorexia bestrijden onder jeugd, hoe doe je dat? Hoe maak je van zo'n behandeling een succes? En niet alleen lichamelijk, ook psychisch aan de slag. Leer het ons, Doreen, want jij weet het best. Oliebollen bakken in ons eigen Oldebroek. De beide heren Jonker trots hier op bezoek. Draaisnelheid bepalend en het proefpanel weer blij. Zeg Peter, wat vind jij van deze echte lekkernij? Ja, want Peter die is jarig, dus laat het smaken, neem een hap. En de bakkers die gaan weer bakken komende nacht. Echte kampioenen blijven vechten. Een droom valt uit elkaar, maar het hoofd het blijft omhoog. Edwin zal zijn rug steeds blijven rechten. Onmogelijk geen optie, je weet nooit hoe het leven loopt. Nieuwe missies kiezen en nieuwe doelen in het vizier. Moed, toewijding, veerkracht, bracht je hier.